Faust 523 is de verrichtingstopper van het Centraal Onderzoek 2021. Hij is als vierjarige ingestroomd in het Centraal Onderzoek als Faust B, gefokt door mevrouw H. van Dijk uit Doornspijk. Faust 523 is een zoon van Maurits 437 uit de model Triple A Merrie van Heidse 425. Hij komt uit stam 115, heeft een stokmaat van 1,70 meter en een verwantschap van 18,3%. Faust 523 is een grootramige, sterke en evenredig gebouwde hengst. Hij mocht een iets edele hoofd hebben. Zijn hals is lang en hij heeft voldoende behang. De hengst heeft een sterke bovenlijn en een goede ligging van de lange schouder en hij heeft een lang kruis. Zijn benenwerk is droog, het achterbeen iets sabelbenig en hij heeft wat smalle hoeven. Gedurende het centraal onderzoek heeft Faust 523 zeer constant gepresteerd. Hij heeft een voldoende ruime stap en voldoende lichaamsgebruik. Zijn draf is opwaarts met veel souplesse. Hij heeft veel buiging in het spronggewricht, kan goed schakelen en komt achter goed tot dragen. Faust 523 heeft ruim gesprongen opwaartse galop met een krachtig achterbeengebruik. Faust 523 heeft veel talent voor de sport en is een echte allrounder. Hij beschikt over veel aanleg als rijpaard. Hij laat in draf en galop veel kracht, balans en souplesse zien. Bovendien heeft hij een goede instelling en is heel bewerkbaar. Als men- en tuigpaard heeft Faust 523 zeer veel aanleg. Hij toont aangespannen veel front, gaat daarbij goed over de rug en is erg sterk in zijn bewegingen. Hij heeft veel looplust en draaft met balans. Faust 523 heeft veel kracht en souplesse in zijn bewegingen, waar zowel ruiters als mennes enthousiast over zijn. Zowel onder het zadel als aangespannen is hij zeer talentvol. Bij merries die goed in het rastype staan en vrij zijn van het waterhoofdgen, kan Faust 523 de beweging, kracht, instelling en souplesse verbeteren.